vaker drie in het midden. En een mooi gaatje hoor, met z'n vijven. Tom Bonen komt er ook naartoe rijden. Ja. Bonen gaat aansluiten. Sterk hoor. En die zijn, nou moet Lotto rijden. Ja, dat doen ze ook. Nu is het opletten geblazen. We beginnen aan dat slechte gedeelte, slechts 100 meters. 1000 meters. Ja, ik lees hier in het rondeboek toch echt wel 100 meters. Type foutje. Monger. Heeft hij de kracht en de macht om hier het tempo omhoog te brengen? Ik denk dat Baldato niet meer gerekend dat het hier nog zou komen. Nee, je weet het nooit in Parijs-Roubaix. Nooit opgeven. Altijd blijven rijden. Laten we eens even kijken met de helikopter wat daarachter komt. Bonen zit in ieder geval goed mee van voren. Achterin Ulsmans. Dit zijn de verschillende nationaliteiten die hier gewonnen hebben. Baldato neemt over. Hoste in tweede positie. Na een hele goede Vlaanderen, nu ook een goede Parijs-Roubaix aan het rijden. Heeft het nadeel dat hij niet zo snel is. Want Baldato, Manger en Bonen, die zijn alle sneller dan Hoste in de sprint. Neemt ook niet over. Zal niet door willen rijden met. Ja, terwijl ik het zeg, neemt hij over. Ja, ook goed om hier op kop te rijden en dan tempo drukken. Ja. Hij gaat er wegrijden. Hoste gaat wegrijden. Kijk hier. Lijf Hoste. Oh, Allee, oh. Fletcher. Oh. Vlag van Vlaanderen. Ja, dat krijg je natuurlijk, hè, met die vlaggen. De Belgen. Jongens. En dan ook nog een Belg gedupeerd. Kijk hier. Oh, oh, oh. Nou. Waar komt die vlag vandaan? Ja, als hij in het voorwiel komt, dan sta je echt... Kijk, zie dat hij nog recht blijft zitten. Die heeft echt geluk hoor. Op het moment waarop hij aan het wegrijden was. Ik denk dat Bonen alleen het doorrijdt. Er is al eens een keer een oproep geweest om die vlaggen alstublieft niet mee te nemen naar de koers. Maar blijkbaar zijn er altijd mensen die toch dit een heel stuk beter weten. En dit kan er dus gebeuren met zo'n vlag. Als dat in het voorwiel komt, dan maak je echt een salto mortale. Ik ben benieuwd hoe het nou van voor is. Want volgens mij ging Tom Bonen gelijk alleen vandoor. Oh, hier rijdt hij. Bonen, ja. Ja, hij is alleen. Nee, één renner in het wiel. Fletcher. Fletcher is mee. En wat gaat er dan nog gebeuren? Nog eens even dat beeld. Waar komt die vlag vandaan, hè? Die wordt gewoon op het. Die wordt er daar gewoon om de camera heen gegooid, denk ik. Goh. Hinkepie komt terug. Hinkepie sluit aan. Ja, zo. Ja, nou, Lotto. En Lotto in één klap weg. Zit er niet mee. Dit is overmacht. Je rekent op een goede man mee. En dan zo'n stommiteit. Van Peteren moet hem maar recht zetten, denk ik. Nou, het zijn niet de minste natuurlijk. Bonen, Hinkepie en Fletcher. Ja, die mannen hebben zich goed gevonden. Dan komen er nog twee in de achtergrond, maar wie het zijn? Dat zou Fletcher, dat zou Hoster nog kunnen zijn. Nee, Baldato. Nee, Baldato en Marseille, ja. En waar is Hoster? Die denk ik, die verkeert er weer in dat peloton. Baldato heeft ook niet met de benen. Ik ben benieuwd wat de Belgen doen met die man van die vlag. Die supporters die er langs de kant staan. Ik denk dat die man aan het rennen is. Achterna gezeten worden de andere Belgen. Want deze rijden goed samen hoor. Daar rijden ze niet zo 1, 2, 3 naartoe. Nee, die rijden ze absoluut niet zo 1, 2, 3 naartoe. Museum is aan het toe klem in het uur gezeten bij Van Peteghem. En we zijn nu op weg naar het Carrefour de Lagerbre.
Maar daar de groep. Valt er ook niet stil hoor, de groep hoor. Nee, nu zijn de mannen van Lotto aan het werken natuurlijk met Telecom. Nou, Lotto nog niet eens zozeer.